Goedemiddag, welkom allemaal. Leuk dat u kijkt. Een nieuwe seizoen, zou ik zeggen, van webinars over gemeentefinanciën. En u ziet nu al dat ik het deze keer niet alleen doe, maar daar kom ik zo op terug. De derde dinsdag webinar gemeentefinanciën, zodat we in ieder geval weten waar het webinar in september over gaat, zeg ik maar alvast. Maar het idee is elke derde dinsdag van de maand een webinar over gemeentefinanciën, over actuele onderwerpen. En vandaag doen we dat over de compensatie voor gestegen energiekosten. Voordat we daar meteen induiken, want we hebben een heel vol programma. Eerst een paar dingen nog vooraf. Voordat het gevraagd wordt in de chat, de sheets en de terugkijklink, die worden over een paar dagen gemaild. Iedereen die meekijkt, die krijgt een mail. En dan krijg je, daar zit ook meer informatie in, ook als er hele moeilijke vragen worden gesteld. En die kun je stellen in de chat. Hoe moeilijker, hoe leuker, denk ik. We hebben heel veel mensen hier die heel veel antwoorden hebben, maar mocht het toch niet lukken, dan staan die ook in de mail. En wat ook leuk is, dat staat niet op de sheet, maar wat ook leuk is, als je reageert, als je denkt van hey, dit komt beter of ik heb nog een thema of denk volgende keer hier en daar aan. Dat is ook leuk, dat kun je ook te doen door te reageren op de mail die je nog krijgt. Nu even voorstellen, ik ben David Rietveld, ik ben coördinator gemeentefinanciën bij de VNG. En vandaag gaan we het dus hebben over de compensatie voor de gestegen energiekosten. Nou, ik ga wat zeggen straks over de financiën, maar ik heb in ieder geval twee mensen meegenomen, collega's van de VNG. En daarna komen nog drie mensen die bij verschillende gemeenten werken om dingen uit de praktijk te vertellen. Maar we gaan het eerst even lekker over het beleid hebben. En dat doe ik samen met Ronald Huizer van de VSG. Ja. Ik ben even vergeten daar die afkorting. Het is geen spelfout, want het is inderdaad de Vereniging Sport en Gemeente. Het sportieve zusje van de VNG, zullen we maar zeggen. Oké. En wat doe jij daar? Ik ben senior beleidsadviseur. Okay. Dat doe ik al heel wat jaartjes. En onder andere betrokken bij energiecompensatie. Oké. Ja. We gaan er ons straks veel meer over vertellen. En Fenna is hier uit de cultuurhoek, zeg ik maar even. Ja, ik ben het aanspreekpunt bij de VNG als het gaat over het cultuurbeleid en erfgoedbeleid bij gemeenten. Dus u weet me te vinden. Oké. Dat is een beetje het programma. We gaan het hebben over de compensatie, energiecompensatie. En dan vooral de effecten daarvan voor sport, op sport en cultuur. We beginnen met een blokje financiën. Dat mag ik dan vertellen. En misschien vertel ik niks nieuws. Dus ik ga er eigenlijk wel even snel doorheen. Want wat natuurlijk vorig jaar is gebeurd, is dat de energieprijzen enorm snel stegen. Dat had ook een effect op de inflatie. Alles bij elkaar betekende dat eigenlijk iedereen meer kost had. Dat gold denk ik voor u en voor mij. Maar ook dus voor culturele instellingen en voor sportinstellingen en allerlei andere maatschappelijke organisaties. Nou, normaal gesproken is het zo dat je in de systematiek van het gemeentefonds daarvoor wordt gecompenseerd. En dat werkt dan zo. Dat wordt in mei gekeken. Voor de mei-circulaire. Wordt er gekeken naar de cijfers van het CPB die in maart komen. En wordt er gekeken wat was nou precies wat is de inflatie van vorig jaar. En daar word je dan voor gecompenseerd. En voor het lopende jaar wordt er gekeken van wat is de verwachte inflatie. En dat wordt doorgerekend voor het gemeentefonds. En wat er vorig jaar gebeurde is, dat was in mei dus gedaan. Maar daarna gierden de prijzen eigenlijk nog omhoog. Vooral de energieprijzen. Dus dat betekende eigenlijk dat heel veel gemeenten, maar eigenlijk ook bij het Rijk, dat er een enorm gat ontstond. Want de prijzen waren veel duurder dan waarvoor begroot was. En daar heeft het kabinet ook gezien. Misschien ook omdat ze zelf daar last van hadden. Maar die hebben wel gezegd bij de najaarsnota, dus het was eind vorig jaar. Nou weet je, voor één keer gaan we het anders doen. We gaan dus ook met terugwerkende kracht gaan we die inflatie doorrekenen. Dus ik zei het net niet helemaal goed, maar wat er dus nu in mei gaat gebeuren. Nu gaat er in mei naar de echte inflatiecijfers van vorig jaar gekeken worden. En dat verschil wordt gecompenseerd. Eenmalig wordt erbij gezegd. Dat is denk ik ook goed om rekening mee te houden, maar wel structureel is het. En dat betekent
hebben wij uitgerekend dat er ongeveer 300 miljoen structureel extra in het gemeentefonds komt. En die 300 miljoen die wordt dus toegevoegd aan de circa 34 miljard die in het gemeentefonds zit. En dat is het gat wat is ontstaan tussen maart vorig jaar en december vorig jaar. Nou, wat die 300 miljoen, dat is wel belangrijk om even te zeggen voordat we gaan hebben over waar je het allemaal aan uit kan geven. Die is onderdeel van het ACRE. En het ACRE is bedoeld voor loonprijs en volumeontwikkelingen op te vangen. Wat ook belangrijk is, en dat wil ik toch wel benadrukken, dat is dus vrij besteedbaar. De keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Die kiest waar gaan we dat geld voor inzetten. Dat kan zijn aan sport en cultuur, maar dat kan ook zijn aan andere dingen. Het is in die zin geen verplichting om het aan een specifiek doel te besteden. Maar, zeg ik erbij, en die maar daar gaan we zo uitgebreider op in. Het is wel zo dat ook in de najaarsnota het kabinet heeft gezegd, ja, dit geld, deze extra middelen kun je dus ook inzetten om tekorten die ontstaan bij maatschappelijke organisaties vanuit de gemeente aan te vullen. Daarnaast zijn er nog andere middelen. Er is 207 miljoen voor zwembaden uitgetrokken en 6 miljoen voor amateursportverenigingen. Maar daar zal Ronald straks nog wat over vertellen. Dat was heel kort een blokje financiën. Dus dat is als aftrap, zeg maar. En laten we dan meteen naar de sport gaan, Ronald. Ja, een sportblokje. Kun je iets meer vertellen over die middelen voor zwembaden en amateursportverenigingen? Ja, op de vorige sheet stonden inderdaad een tweetal regelingen genoemd. 207 miljoen in een specifieke uitkering voor zwembaden. Dat was eigenlijk bijna geen discussie. Het kabinet heeft daar meteen actie op ondernomen en die middelen vrijgemaakt om inderdaad zwembaden te ondersteunen. Zwembaden zijn natuurlijk maatschappelijke voorzieningen met een enorm energieverbruik. De ene wat meer verduurzaamd dan de andere, maar de energielasten die hakken daar natuurlijk aardig in. Niet alle zwembaden hebben te maken met stijgende energielasten omdat ze nog goed in een contract zitten. Maar heel veel zwembaden al wel. En dan gaat het niet om een paar tientjes, maar dan gaat het echt over tonnen extra die je op jaarbasis moet betalen. Dus dat is in ieder geval één van de regelingen die bestemd is. Ja. IJsbanen zit er overigens niet bij. Er is nog wel een puntje van discussie geweest. Maar daar is heel plat een vergelijking gemaakt van wat is de maatschappelijke waarde van de voorziening. En zwembaden, zwemveiligheid, kwetsbare groepen, die scoren op dat punt bij het ministerie hoger dan ijsbanen. Dus ijsbanen moeten op een andere manier een tekort te zien aan te zuiveren. Ja. Hebben we ook de 6 miljoen, een soort noodfonds in het leven geroepen door directie sport van VWS. Bedoeld voor sportverenigingen die eigenlijk een beetje tussen de regelingen in gaan vallen die gecreëerd zijn. Dan heb je het over het energieplafond voor huishoudens, waar verenigingen met een beperkt energieverbruik op terug kunnen vallen. En je hebt de TEC-regeling van BZK voor ondernemers, of in ieder geval voor het midden- en kleinbedrijf. Daar zullen veel verenigingen gebruik van kunnen maken, maar er zijn ook verenigingen die er misschien net tussen vallen. En daar is die 6 miljoen voor bedoeld. En aanvankelijk was het idee van VWS om dat ook in een specifieke uitkering vorm te geven. Maar wij hebben ze in ieder geval nog niet weten te overtuigen, maar wel aangegeven dat de voorkeur van gemeenten in ieder geval ligt in de vorm van een algemene uitkering. Veel makkelijker vorm te geven, makkelijker weg te zetten. En het sluit veel beter aan op de lokale regelingen die er zijn. Ja. Dat eventjes die twee regelingen. Ja. De middelen zijn hard nodig, want sport heeft toch wel aardig wat voor de kiezer gehad. Zeker als gevolg van de coronacrisis. Veel moeten interen op hun eigen reserves. Ze hebben het al niet breed en ze hebben niet het prijsmechanisme om maar heel makkelijk tarieven omhoog te gooien. Want dan stoot je natuurlijk heel veel mensen af. En dat is het juist waar het om te doen is. Mensen zoveel mogelijk aan het sporten krijgen. Ja. Dus op een of andere manier zullen we de helpende hand moeten bieden richting die sportverenigingen. Ja. Om ze in ieder geval op weg te helpen, ook met verduurzamen en dat soort zaken. Oké. Ik had nog een vraag. Ja. Er zijn ook een paar uit de chat, maar ik had zelf eerst nog een vraag. Die 207 miljoen, dat is dus, die regeling wordt helemaal door het Rijk uitgevoerd, toch? Ja. Dat is en ik weet niet of in de chat wordt gevraagd, wanneer komen de SPUC-beschikkingen? Ik neem aan dat die dan slaat op de zwembaden.
Weet je dat toevallig? Nou, de laatste gegevens die wij hebben is dat de regeling eind van het eerste kwartaal gereed is. En op welk moment die dan naar buiten gaat, ja, dat zal het eerst volgende moment zijn. Daar zitten jullie meer in dan ik. Maar het is wel de bedoeling om die snel in te zetten. Ja. Volgens mij is het een van de regelingen die het snelste volgens mij wordt ingezet. Oké. Dus er moet nog aangevraagd worden dan. En dan wordt het beschikt. Ja. Dat is in ieder geval het antwoord die vraag. Hubert, die vraagt, krijgen scholen ook compensatie voor de hogere energiekosten? Dat is een heel andere vraagstuk. De scholen worden in die zin niet via het gemeentefonds gecompenseerd. Dus als dat zo is, dan zou dat via de begroting van OCW moeten gebeuren. Ik weet niet of dat gebeurt. En het valt ook net buiten de scope van dit webinar. Dus ik wou het daar even bij laten. Er is in de Tweede Kamer, was op zich geen discussie over binnen het kabinet, over die, in ieder geval over de zwembaden, maar ook überhaupt over tegemoetkomen van sportverenigingen niet, geloof ik. Maar er was wel een discussie over, ja, we willen dat graag heel erg gaan monitoren. Ja, klopt. Kun je daar iets over zeggen? Ja, tijdens het laatste wetgevend overleg in november is de minister aardig onder vuur genomen door de Kamer. Die vonden dat de minister eigenlijk te weinig deed voor sport. En dat de bedragen die zijn gereserveerd, ja, eigenlijk maar een druppel op de gloeiende plaat zijn. De minister heeft op dat punt wel verwezen naar de extra middelen in het gemeentefonds. Dat die inderdaad ook aangewend kunnen worden voor sport. En ook voor ijsbanen. Dus daar heeft ze wel een paar keer volgens mij melding van gemaakt. Maar toch heeft de Kamer niet zo heel veel vertrouwen in het beleid van de minister. Volgens mij werd ze ook blokkeerminister op dat moment genoemd. Niet zo leuk, maar er zaten volgens mij meerdere dingetjes aan haar hoofd op dat moment. En de Kamer heeft afgedwongen dat ze inderdaad maandelijks op de hoogte willen worden gehouden van hoe het met sportvereniging of met de lokale sportinfrastructuur gaat. Op verzoek van VWS hebben wij een monitor uitgezet in samenwerking met het Milieu-instituut om bij gemeenten op te halen of er al verenigingen zijn die hebben aangegeven we redden het niet meer. Of die inderdaad misschien al zelf aan de slag zijn gegaan met verduurzamingsmaatregelen. Dus al dat soort informatie zijn wij op dit moment aan het ophalen bij gemeenten. Wij hopen dat we nog in deze maand daar al een eerste blik in op kunnen geven. Zodat we een beetje weten hoe het ervoor staat. Ja. Want dat is nog wel een beetje het lastige. Dat sport in dat opzicht de cijfers niet allemaal goed op orde heeft. Sommige verenigingen die weten niet eens wat voor contract ze hebben, wat hun verbruik is en welke problemen ze wellicht allemaal gaan tegenkomen. Ja. Dat moet dan ook uit die monitor. Maar elke maand lijkt me best wel veel, zegt. Ja, het is niet. Daar heb je je handen vol aan dan? Of, Nou, dat valt op zich mee, want het is gewoon een maandelijkse monitor die herhaald wordt. Dus we hopen dat gemeenten inderdaad ook gewoon die vragenlijsten goed blijven invullen. En volgens mij is het ook zo dat ze inzage krijgen in de vorige antwoorden die ze hebben gegeven. Oh, ja. Dus het moet vrij snel ingezet kunnen worden. Oké. Ja. Hey, voordat we naar cultuur gaan, even nog twee vragen op jouw gebied. Leo Pieter vraagt, is die 207 miljoen alleen voor gemeentelijke zwembaden of ook voor particuliere zwembaden? Die is voor openbaar toegankelijke zwembaden. En eigenlijk is het dezelfde lijst met zwembaden die voor de SPUC IJs in de tijd is gebruikt bij de coronasteun. Dus die is vrij goed geselecteerd. Dus dat zijn openbaar toegankelijke zwembaden. Ja, dus ook voor openbaar toegankelijke particuliere zwembaden. Maar niet voor... Ja, maar er moet wel inderdaad een financiële relatie met de gemeente zijn. Oké, dat lijkt me helder. En Elze die vraagt nog wanneer weten we hoeveel precies van die 6 miljoen en 300 miljoen naar de gemeente gaat. En die laatste kan ik beantwoorden. Dat weten we bij de meicirculaire, we weten het nu ongeveer. Bij de meicirculaire weten we ook precies hoeveel het zal zijn. Hè. Dus 300 miljoen is nu een inschatting. Maar dat wordt dus gebaseerd op cijfers van het CPB. En de 6 miljoen, jij zei net, daar wordt nog over gesproken. Wanneer is dat? Nou ja, op het moment dat het een algemene uitkering wordt, dan kan die volgens mij heel snel in gang worden gezet. Ja. Als VWS en Financiën toch besluiten om het bij een SPUC te laten, dan komen daar toch nog heel veel aanvullende voorwaarden aan. Ja. En dat vraagt nog eventjes wat uitzoekwerk. Ja. Maar ook daar zitten wij en ook sportkoepel NSNSF achteraan om het zo snel mogelijk in gang te zetten. Oké. Nou, dankjewel. Dat zal ook bij de meicirculaire ongeveer wel duidelijk moeten zijn, mag ik hopen. Ja. Ja. Oké, dan gaan we snel naar cultuur, blokje cultuur. Fenna? Ja. Hoe gaat het in de culturele sector? Nou ja,
De culturele sector heeft het natuurlijk sowieso de afgelopen jaren al zwaar gehad met de coronacrisis. En dan heb ik het echt over de hele gehele culturele sector. Die is natuurlijk verdeeld. Denk aan van schouwburgen, podia tot amateurkunstverenigingen, de volle breedte. Bij cultuur zie je dat er gewoon het publieksdeelname gewoon echt wel minder is dan in 2019, voordat die crisis aanbrak. En deze energiecrisis die komt daar dus overheen. Dus die culturele instellingen hebben het echt zwaar. En het heeft natuurlijk een groot effect op de inkomsten van deze culturele organisaties. En daarom verdient het ook wel echt extra aandacht in het cultuurbeleid van gemeenten. Ik zal er straks nog even op terugkomen, maar eerder brachten we ook een gids uit, Corona, Cultuur en Gemeente. Die was toen zeer welkom en eigenlijk helaas met deze energiecrisis blijkt die nog steeds heel actueel eigenlijk. Ja. Dus de link staat niet in de presentatie, maar kunnen we achteraf nog wat toevoegen. Ja. Ja. Een beetje om daarin door te gaan, die financiële positie die staat best wel onder druk. En dat zie je ook nu de jaarrekeningen afgesloten worden. En door de accountant zie je dat er gewoon grote gaten, eigenlijk tekorten zijn ontstaan. En ook de begrotingen die zijn allesbehalve sluitend. Dus ik denk dat veel gemeenten dat ook wel merken. En die weerstandsvermogens die zijn gewoon nog steeds laag, zeg maar. Ja. Dus als die, kan je zeggen dat als die er al waren, die weerstandsvermogens, dat ze nu al op zijn? Of ben ik nou te dramatisch? Ja, ze zijn gewoon heel dun, zeg maar. Ja. Ze hadden al niet veel vet op de botten. Ze hebben daar nog op moeten interen. Ondanks natuurlijk de steun die er ook was vanuit gemeente en het Rijk. En desalniettemin is zeg maar die energiecrisis eigenlijk een beetje de laatste klap op dat soort weerstandsvermogens. Dus het is echt wel een. Het is voor hen geen makkelijke tijd, laat ik het zo zeggen. Misschien, het is een webinar over cijfers, tenminste, over financiën. Ja, je hebt wat cijfers. Ik dacht voor de liefhebbers. Ja. Alle gemeenten die hebben voor het kerstreces ook een brief gekregen vanuit de Belangenorganisatie voor de Creatieve en Culturele Sector. De Taskforce noemen zij zich. En daarin wil ik even twee puntjes aanstippen om even het verschil aan te duiden tussen 2019 en 2023. Ze hebben dat laten onderzoeken door Berenschot ook. Die heeft sectorbreed een peiling gedaan. En dat gaat dan over 1500 instellingen. Maar daar zitten vooral ook de lokale culturele instellingen die in het cultuurbeleid van gemeenten een grote rol spelen. En daaruit blijkt dat de energielasten zijn toegenomen van 86 miljoen in 2019 naar 206 miljoen in 2022. Dus dat is een toename van 139%. En voor 2023 is dat vorig najaar dus geraamd op 272 miljoen. Dus dat is een toename van 216%. Dus dat is een verdrievoudiging. Dat geldt dus ook weer voor de volledige breedte, maar vooral grote instellingen. Hè. Bij sport gaat het om de zwembaden, maar je moet ook denken aan musea, schouwburgen, grote podia. Die hebben het gewoon echt best wel zwaar. Ja. Ook hier geldt natuurlijk, het is maatwerk. Het hangt vanaf welk contract je hebt, met welke energieleverancier, langdurig of kortdurig. Weet je. Dus ook hier is maatwerk denk ik wel op zijn plek. Maar neemt niet weg dat het totale aandeel van energie ook bij de cultuursector enorm gestegen is. Ja. Is dat goed in beeld? En Ronald zei er ook iets over dat die monitor, die moet er ook een beetje inzicht in geven. Hoe is dat bij cultuur? Is dat, Er is in tegenstelling tot de sportinfrastructuur niet gevraagd om een monitoring op die culturele infrastructuur. Dus daar komt het toch wel echt op het eigen initiatief van gemeenten aan om in beeld te krijgen hoe de sector, hoe hun lokale culturele instellingen ervoor staan. En gelukkig zijn er ook heel veel gemeenten die dat al actief vorig jaar natuurlijk hebben gedaan naar allerlei signalen uit het veld. Dat wordt niet centraal aangestuurd in ieder geval. Oké. Ja. Oké. Daar had ik eerder al iets over gezegd. Hè? De verwijzing in de najaarsnota daar zegt het kabinet door een hoge vergoeding voor de gestegen prijzen. Dat is dus die 300 miljoen. Wordt mogelijk gemaakt om de bekostiging aan maatschappelijke organisaties te verhogen. Dat is, en daarna volgt er nog iets waar het blijkt dat ze daar inderdaad ook sport en cultuur op het oog hebben. Voordat we onze eerste gast gaan verwelkomen, de derde gast, nou,
onze gast uit de gaan verwelkomen. Ja. Wat doen we? Wat doe jij er verder vanuit de VNG aan nog? Nou ja, we hebben verschillende fora. Het VNG Forum Cultuur, daar zijn er twee. Eén gericht op gemeenten met meer dan 65.000 inwoners. En de andere op minder dan 65.000 inwoners. En ja, daar is natuurlijk ook de mogelijkheid om kennis te delen, voorbeelden op te halen. En ik zal na afloop van het webinar daar ook een soort actieve, ik noem het niet een poll, maar in ieder geval een vraag uitzetten. Om ook ervoor te zorgen dat die kennisdeling wat meer op gang komt. En ik denk ook dat vooral de wat kleinere gemeenten echt behoefte hebben aan handvatten. En dat is het forum, dus het forum, VNG-forum. Ja. Forum.vng.nl. Precies. Daar moet je wel even voor aanmelden als je daar toegang toe wil hebben. Ja. Maar als je gemeenteambtenaar bent, dan is dat geen probleem. Want het is wel bedoeld echt voor gemeenteambtenaren. Maar erbij. Maar, ja. Ja. Ja, en verder, zoals ik al eerder zei, we hebben vorig jaar dus die gids coronacultuurgemeente uitgegeven. En het is denk ik ook zinvol om die gewoon weer eens erbij te pakken. Dus die sturen we nog in de link mee. Ja. En verder, ik denk het gewoon onder de aandacht blijven brengen van de noden, zeg maar, die vanuit de culturele sector leven. Om daar ook gewoon zo goed mogelijk op in te kunnen spelen met het cultuurbeleid. Ja. Denk ook aan iets praktisch als de huurverhogingen. Veel culturele gebouwen zijn natuurlijk eigendom van de gemeente. Er worden huurverhogingen doorgevoerd. En die hebben natuurlijk ook gelijk weer zijn weerslag op begrotingen. En dat zou mogelijk ten koste kunnen gaan van programmering. Maar ook de toegankelijkheid voor, wat je al noemde. Uiteindelijk de groepen die bijvoorbeeld een prijsstijging van een ticket ook nooit zouden kunnen betalen. Want als je dat door zou berekenen, dan wordt natuurlijk een prijskaartje, of kaartje, de prijs van een kaartje misschien ook wel weer verviervoudigd. Ja, en dat maakt de cultuur alleen maar ontoegankelijker. Worden de zalen niet voller van. Nee, daarom. Nee. Dus Oké. Okay. Dus zo. Toch even nog één vraag aan Ronald ook. Want hoe zit bij sportaccommodatie, zal het ook zo zijn, dat gemeente vaak eigenaar is? Is die discussie dan ook al... Speelt hij daar ook al? Wat doe je met de huur en met de... Die discussie zal wel spelen, maar heel beperkt. Volgens mij is er eerder het voornemen om tarieven gewoon te bevriezen. Om inderdaad sport maar zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te houden. Want individuele huishoudens worden natuurlijk ook getroffen door de energiecrisis. En het zou natuurlijk zonde zijn als het sportlidmaatschap als eerste sneuvelt. Ja. Terwijl die groepen het juist zo hard nodig hebben. Ja. Dus dat is een knop waar niet zo snel aan gedraaid zal gaan worden. Nee. Oké. Okay. Hey, dan gaan we door. Want we hebben nog drie gasten aangekondigd. Dat zijn drie mensen uit de gemeente Krimpenerwaard, gemeente Gouda en de gemeente Amsterdam. Dat zijn toch drie heel verschillende gemeenten, zou ik willen zeggen. En we vragen eerst Ronald om even, anders wordt het te druk achter de tafel. Ronald, mag even gaan zitten en vragen Marjolein van de gemeente Krimpenerwaard. Welkom, Marjolein. Leuk dat je er bent. Ja, bedankt. En wat doe je bij de gemeente Krimpenerwaard? Ik ben beleidsmedewerker cultuur, onder andere. Oké. Okay. Ja, ja. Oh ja, ik had nog, vergeet ik helemaal. Ja. Want ik had nog, in ieder geval Krimpenerwaard is een gemeente met minder dan 65.000, zijn er 75. Ja, 65. Maar, ja. Ik had opgezocht dat Krimpenerwaard, maar dat was dan vorig jaar, 57.106 inwoners heeft. 9 kernen, 3 musea. En dat 27,3% van de inwoners lid is van één of meer sportverenigingen. Dat is volgens het CBS dan. Ja, dat zijn eigenlijk 11 kernen. 11 kernen, oh sorry. Ja. Oh ja, ik ben in de war. Nee, het gemeentefonds heeft een andere definitie van kernen dan de basisregistratie, adres en gebouwen. Maar laten we daar alsjeblieft verder niet op ingaan. Jij bent als beleidsmedewerker cultuur ook betrokken bij een regeling. Ja, klopt. We hebben twee regelingen opgesteld. Dus de subsidieregeling nood- en energiekosten en die subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties. En ik ben vooral betrokken geweest bij de eerste regeling. Oké. Okay. En wanneer zijn jullie daarmee? Eind vorig jaar. Eigenlijk kwamen de signalen vanuit de samenleving. We hadden ook een uitvraag gedaan vanuit de samenleving. En vanuit de raad kwamen er ook signalen. En toen hebben we op basis daarvan zijn we die regelingen gaan opstarten. Dus in een multidisciplinair team. Dus gewoon met allemaal mensen uit verschillende... Dus uit sport, cultuur, financiën,
subsidies. Dus wij zaten met z'n allen en hebben samen die regeling opgesteld. En dat was dan voordat je eigenlijk wist dat er extra geld zou komen? Nou, we wisten wel, maar dat is er nog niet. Dus dit hebben we eigenlijk niet vanuit die middelen gedaan, maar meer vanuit eigen middelen. Dus de eerste is vanuit eigen middelen en de tweede is vanuit de Eneco-middelen, die lening. Oké, Ja, dat is, dan moet je net, ja, als gemeente de mazzel hebben natuurlijk om die nog te hebben staan, die Eneco-middelen. Maar had je dus bij Krim van der Waard. En die, hoe ga je dan te werk als je zo'n, want je moet zo'n regeling... Hebben jullie hem helemaal zelf bedacht? Nou, we hadden eigenlijk het half jaar eerder al een coronasubsidieregeling. Oh, ja. Dus daar hebben we eigenlijk... deze is wel wat anders, want die coronasubsidieregeling was een regeling waar iedereen op kon inschrijven. En dan had je zowel activiteit als financiën. En deze is alleen financiën gericht. Dat is ook een vangnetregeling. De andere kon iedereen op inschrijven. Dus dit is eigenlijk vooral bestemd op voor organisaties die echt op omvallen staan. Dus ze moeten dat ook goed laten zien. Ze kunnen ook een rekentoer invullen en daarbij ook een besparingsplan aangeven. Dus, dus daar gaan we wel toetsen, inderdaad. Ah ja, ja. Oké. Okay. Heb jij vragen aan... ik heb nog vragen. Heb jij ook nog vragen aan... Nou ja, ik was... even kijken, ja... Ik moet ook heel even daar naar kijken. Mm-hmm. Nou ja, wat ik me afvroeg is of je een beetje zicht hebt, zeg maar, op wat voor een type instellingen nu gebruik hebben gemaakt van de regelingen die jullie natuurlijk hebben staan. Van die subsidieregeling hebben we nu 3 aanvragen binnen, dus het valt op zich wel mee. En voor die duurzaamheidsregeling 2 aanvragen. Dus in totaal zijn er nu 5 aanvragen binnengekomen, wel van verschillende type organisaties. Die moeten dus nog getoetst worden. Dus op zich valt het wel mee met die aanvragen. Maar als je dus een wat bredere regeling open zou stellen waar iedereen op aan zou vragen, dan verwacht ik wel meer aanvragen. Ja. Ja. En gaan jullie dat dan in de toekomst ook doen, zeg maar, om nog breder openstellen? Of, ja, we gaan in ieder geval eerst gaan we kijken naar de subsidieaanvraag. Dus we verwachten ook dat organisaties meer subsidie gaan aanvragen voor 2024. Ja, precies. Ja. Oké. Ik heb een vraag uit de chat in ieder geval van Lennart. Die vraagt wat betekent in hun voortbestaan bedreigd? Dat staat hier op de sheet. Hoe ver moeten ze onder water staan of dreigen te komen om in aanmerking te komen? Nou, eigenlijk gaat het... Wacht, voordat je... Ik ben heel snel met je antwoorden. Maar Lennart in Amstelveen is die nu bezig met het opstellen van een energieregeling samen met 2 collega's. Dus hij... Iemand die echt om een tip vraagt, zegt van ja, hoe ga je dat beoordelen? Nou, we hebben nu eigenlijk organisaties op omvallen staan, dus we moeten dat ook duidelijk in de cijfers aangeven, ook in de rekentoel. We kunnen aangeven wat het verschil is tussen vorig jaar en dit jaar als het gaat om de energiekosten. En ze mogen wel bijvoorbeeld middelen hebben die ze nodig hebben voor investeringen en zo. Maar als we duidelijk kunnen zien, ze hebben nog genoeg eigen middelen, dan komen ze niet in aanmerking. Dan moeten ze dat eerst aanspreken. Dat moeten ze, ja. Ja. Oké. En je zei ook al iets over die verduurzaming. Ze moeten een plan maken om te verduurzamen. Meer een besparingsplan. In hoever dat mogelijk is natuurlijk. Dat verwachten we dan ook nog. Ja. Dat is niet van, je verplicht een hele verbouwing. Nee. Ja, sommige veel organisaties hebben ook geen eens een eigen gebouw. Dus dan kan je niet gaan verbouwen. Nee, oké. Dat is waar. Ik zat even te kijken. Ik zag in de chat nog iets voorbij komen. Een vraag van Else. Die ga ik even ondertussen wissen. Worden er ook al Gorkum en Dordrecht die voorbeelden uit hun praktijk in de chat zetten? Dat is natuurlijk ook heel fijn. Else vraagt, kunnen alleen verenigingen en stichtingen gebruik maken van het noodfonds? Of ook culturele organisaties die meer commercieel zijn? Nee, het is echt voor stichting en vereniging bedoeld. Dus zonder winstoogmerk. Organisatie zonder winstoogmerk. Maar moet je wel bijvoorbeeld subsidie krijgen van de gemeente? Of? Je hoeft geen subsidie van de gemeente te krijgen, maar je moet wel activiteiten voor inwoners van de gemeente. Ja. Dat hebben we wel als voorwaarde gesteld. Dus echt... Op zich heel redelijk. Ja. Gorkum. En Joesra die vraagt, wat wordt er verstaan onder genoeg eigen middelen? Ja, dat gaan we, genoeg eigen middelen. We kijken, financieel toetsen we dat ook. Dus het is niet dat we als beleidsmedewerkers alleen die toetsing doen. Daar vragen we ook een financieel adviseur voor of die advies uit wil brengen. En op basis van advies van onder andere financieel adviseur gaan we toekennen of afwijzen. Ja, oké. Dus je kijkt echt, dat is eigenlijk ook wat jij zei, Fenn, het is echt maatwerk. Dat is dus ook nodig.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je natuurlijk als je een aanvraag of een regeling openstelt en je krijgt een aanvraag, dat je uiteindelijk met elkaar moet toetsen of deze instelling voor zo'n regeling of een uitkering, compensatieuitkering in aanmerking komt. En ik vroeg me gewoon af, want 5 aanvragen klinkt niet als heel veel. Nee. En je denkt natuurlijk van er is heel veel vragen naar in het veld. Dus kun je misschien ook nog iets zeggen over hoe je zeg maar in aanloop naar zo'n regeling ook de geluiden misschien uit het veld nog hebt kunnen meenemen in de opzet van zo'n regeling? Want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk heel veel noodsignalen kwamen eind vorig jaar. Heeft dat nog daarin een plek kunnen krijgen bijvoorbeeld? Of misschien in een toekomstige regeling? Ja, we hebben nu eigenlijk vooral gedacht, we doen dit vanuit eigen middelen, dus de noodsteunregeling, want daarvoor al die coronaregeling. Mm. En als er middelen vanuit Rijk komen, dan kunnen we naar andere maatregelen natuurlijk gaan kijken. Dus dit is echt specifiek als vangnet noodsteunregeling bedoeld, deze regeling. Precies, dus de middelen die eigenlijk nu beschikbaar komen voor het volgende jaar, daarin heb je eigenlijk meer ruimte om. Ja, daar zou meer ruimte om in te spelen op specifiekere vragen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Nee, dat snap ik. Ja. Even kijken, ik heb 2 vragen die zijn voor jou, maar ik denk ook voor de mensen die ik naar jou nog aan tafel ga vragen. Maarten vraagt, wat betekent de regeling voor de uitvoering? Hoe wordt er bijvoorbeeld getoetst? Nou, daar zei je net al iets over. Ja, dus gewoon met financiële experts en mensen vanuit beleid. En samen kijk je dan. En Annelies vraagt, wordt dan ook beoordeeld of de vereniging bijvoorbeeld genoeg contributie van haar leden vraagt? Het zal bij cultuurinstellingen wat minder spelen, denk ik. Maar... Nee, dat gaan we niet toetsen. Nee. We kijken echt naar het eigen vermogen van de vereniging of stichting. Oké. Ja, ik zou tenzij er, even kijken of er nog vragen zijn. Heb jij nog vragen verder? Want anders vraag ik. Dat zou wel fijn zijn. Even kijken hoor. Lennart. Ja, of misschien dat. Ik kan nog heel veel vragen, maar misschien kunnen we ook. Kan ik nog wat vragen bewaren? Zeker. En dan wil ik je voor nu bedanken, Marjolein. En dan wisselen we even om, want dan komt de gemeente Gouda aan tafel. In de persoon van Jessica Dijkman. Welkom Jessica, jij werkt dus bij de gemeente Gouda. Ja. Wacht, ik pak even mijn brengen. Gouda, hier staat vorig jaar de 74.165, maar... Ja. Intussen hebben we de mijlpaal van 75.000 inwoners bereikt in ons jubileumjaar 750 jaar Gouda. Het zo gepland kan geen toeval zijn. Het kan absoluut geen toeval zijn. Nee. Ja. Het aardige van Gouda is dat het zowel in de basisadministratie, adres en gebouwen als in het gemeentefonds 1 kern heeft. Dus, vrij uniek in Nederland, denk ik. Ja. Sorry. Drie musea en jullie gemeente is volgens het CBS 21,8% inwoners lid van 1 of meer sportverenigingen. Ja, ik ga over cultuurbeleid, hè? Dus sport, hang me te goede. Ja. Jullie hebben ook 3 musea. Inderdaad. Zeker. Ja. Nou ja, goed. Ja, even snel door naar Gouda. Wat doe jij in Gouda? Ik ben senior beleidsadviseur cultuur en in die hoedanigheid ook accounthouder en aanspreekpunt voor heel cultureel Gouda eigenlijk. Gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. Okay. En alles wat je kan bedenken. Ja. Leuk. Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Maar ja, goed, corona dan. En dan energie, dat is minder leuk dan. Dat is wat Fenne net al zei. Eigenlijk een opeenstapeling van ellende achter elkaar. Ja. Je was net een beetje uit het coronadal aan het klimmen. Organisaties ook. Nog aan het vechten om bezoekers en ledenaantallen en vrijwilligersaantallen weer op peil te krijgen. Ja, en dan komt halverwege dit jaar, wordt deze klap en deze golf duidelijk. Dus dat was wel even paniek. Ja. Maar toen zijn jullie niet bij de pakken neer gaan zitten, zal ik maar zeggen. Maar je bent aan de slag gegaan. Ja, gelukkig breed gedragen in de hele organisatie ook. Zowel vanuit de raad als vanuit het college, als ook vanuit de directie werd meteen gezegd, oké, we moeten iets doen om te zorgen dat culturele instellingen, maar ook sport en welzijnsorganisaties niet omvallen. En om te zorgen dat inderdaad de toegankelijkheid en niet al te veel onder druk komt te staan. Dat kaartjes inderdaad niet in 1 keer 3 keer over de kop gaan. Ja, toen hebben we eigenlijk meteen spijkers met koppen geslagen en een winterplan georganiseerd. Okay. Ja.
En daar zien we op de sheet zien we ook wat, in ieder geval ook wat, ja, even buurrap staat er. Ja, bestuursrapportage, dat heet overal anders, wij noemen het buurrap. Maar daar dus drie, in ieder geval drie tranches met middelen. Dus vooruitlopend eigenlijk op wat er dan nog vooruit het Rijk in de meicirculaire gaat komen. Twee hoofdonderdelen, wil je daar nog iets over zeggen? Ja, we hebben het winterplan is integraal opgepakt. En we hebben zowel gekeken naar wat is het effect van deze energiecrisis op inwoners, individuen, als ook op maatschappelijke organisaties. En ik ben dus vooral betrokken geweest bij de maatschappelijke organisaties. Maar we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld kindtegoeden en zo opgehoogd. Dat soort zaken zijn ook gebeurd. En energiecoaches, noem maar op, zeg maar. Ja. We hebben dat vrij uitgebreid bekeken met elkaar. Ja, het vond me, dat was, denk ik, Marjolein zei het volgens mij ook wel, dat zowel binnen de raad, eigenlijk dus ambtelijk als politiek, was er eigenlijk heel snel het idee van hier moeten we wat mee. Ja. We gaan niet wachten juist omdat die kwetsbaarheid er al zo was, en dat geldt voor zowel voor inwoners als ook voor organisaties, dan moet je niet te lang wachten, want het was gewoon zo'n onzekere periode. Is meteen gezegd, en de winter kwam daaraan, dus vandaar ook het winterplan, is meteen in september bij ons eigenlijk spijkers met koppen geslagen. Ja. En hebben we ook heel snel zijn we daadwerkelijk tot een regeling overgegaan, waar we de eerste tranche al van gehad hebben afgelopen jaar. Ja. Oké, dan gaan we even kijken. Ik dacht, ik geef je even een bruggetje. Ja, fantastisch. Ja. Hoe ziet dat eruit? Er is ondertussen ook een vraag in de chat, ik zat even te kijken of die... Nou, die kijken we zo even bij de opzet naar. Dus drie sporen. Zowel inderdaad een tijdelijke subsidieregeling. Daar komen we zo nog wel even wat uitgebreider op hoe wij dat hebben aangevlogen. Maar voor de huurders die in gemeentelijke accommodaties zitten, is ook gekozen om wel te indexeren de huurverhoging. Maar niet het reguliere cijfer te hanteren. Normaal gesproken was volgens de reguliere methodiek een index van boven de 14% geweest. Ja. En dan krijg je eigenlijk dubbel de energielasten voor je kiezen, wat dat onderdeel is van die index. Ja. Maar om eenmalig het kerninflatiecijfer daarvoor te gebruiken. Nog steeds een fikse verhoging, maar wel wat beter te hanteren dan die 14,5%. Ja. En verder, en dat is echt nog enorm in ontwikkeling, dus daar er zit ook nog wel wat haken en ogen aan, wordt doorgerekend, noem maar op. Maar zijn we ook aan het kijken van, goh, kunnen we de inflatiepiek, die ook niet meer zo ver terug gaat zakken, dat je daar de komende jaren geen last meer van hebt, om die ook op te vangen. In instantie incidenteel gedekt, maar ook kijken of we dat ook structureel kunnen dekken. En daar komen die extra middelen in het accre natuurlijk heel goed van pas. Ja. Maar goed, daar moet nog een hoop water door de zee voordat dat ook daadwerkelijk... Maar dat is wel het spoor waar we op zitten ook. Ja, okay. Maar daar moet dus politiek ook nog over besloten worden. Dus ik neem een voorschotje hier. Ja. Ja. Maar als ik het zo lees, dan is de bedoeling eigenlijk hetzelfde als dus het Rijk heeft gezegd bij de najaarsnota. Van weet je, ja, als we de normale systematiek handhaven, dan heb je een gat. Ja. En dat constateren jullie ook. En dan zeg je, dan gaan we proberen voorstellen voor te maken. Ja, in de hoop dat je met die tijdelijke energiemaatregelen echt die rare piek kan opvangen. Maar structureel zijn de kosten natuurlijk ook gestegen. Ja. En dat zit ook in loonkosten en andere zaken natuurlijk. Oké. Nou, en dan de opzet. Daar komt, als het goed is, pak de vragen bij de chat, uit de chat er even bij. Vertel maar. Ja, we hebben dus al één ronde uitgevoerd. En bij ons gaat het dus echt over het verschil in kosten die organisaties in het jaar ervoor hebben gehad voor energie en kosten die ze nu hebben, even simpel gezegd. Kan niet de formulering uit de regeling zo oplepelen. En we compenseren daarvan 85% totdat we het subsidieplafond van 1,7 miljoen hebben bereikt. Ja. Voor organisaties zonder winstoogmerk, je hoeft niet per se een subsidiepartner van de gemeente te zijn. Je moet wel dingen voor Gouda en in Gouda doen ook. En je moet ook zelf contracthouder zijn van energie. En daarmee, vanuitgaande dat... bijvoorbeeld een cultuurhuis, als die hebben nu nog niet aangevraagd, maar die heeft meerdere huurders, dat die dan dat dan ook ten goede laten komen aan hun inwoners, zeg maar. Ah, ja. Okay. Ja. Ik pak even twee vragen uit de chat erbij. Marius die vraagt, is in Gouda een criterium om in aanmerking te komen voor subsidie ook
zonder steun valt de organisatie om? Ja, wat is omvallen? Die vraag werd natuurlijk al eerder gezegd. Er wordt wel degelijk gekeken naar het eigen vermogen. Maar we gaan niet zo ver dat ze het hele eigen vermogen moeten opteren. Want daarmee creëer je uiteindelijk ook eigenlijk je eigen problemen. Want dan wordt die organisatie die al kwetsbaar was, alleen nog maar kwetsbaarder. Dus daar gaan we wel een soort van in redelijkheid met de ratio's die daarvoor gelden mee om. Ja, ja. Oké. Okay. En verlengde vraag, Lennart, wat doe je met organisaties die niet omvallen, maar wel de gestegen kosten hard merken in de begroting? Nou ja, dat dus. We kijken dus wat is redelijkerwijs, en ook qua liquiditeit en vermogenspositie, wat zijn een beetje geaccepteerde cijfers daarbij. Dat je niet helemaal inteert op je weerstandsvermogen. En dan kun je dus een aanmerking komen voor die 85%. Exclusief BTW, want dat is ook nog wel een belangrijke opmerking daarbij. Ja, oké. Okay. Lennart zegt nog, vraagt nog iets. Wat betekent het als je, dat je niet meer aan je subsidieafspraken kan voldoen? Dat, weet ik niet waar die over... Nou ja, dat kan natuurlijk als je ik interpreteer het maar even hoor, maar als je zeg maar je geld nodig hebt voor deze dingen, en dan kun je ze niet meer misschien aan programma's. Ja, dan, als dat aan de hand is, dan ben je sowieso met elkaar in gesprek. En dan kom je ook eigenlijk wat Fenna zegt, echt het maatwerk. Bij organisaties zoals een museum en dergelijke. Ja, in Gouden is het zo dat het enige vrij besteedbare budget van het museum is het expositiebudget. Ja, als dat helemaal moet worden opgesoupeerd om je energierekening te betalen. Ja, dan moet je met elkaar om tafel. Ja, dat is een reëel risico. Ja. Dat is een reëel risico. Zie je dat ook al gebeuren, Fenna? Ik denk het nog niet. Tenminste, ik ken geen gevallen waarbij een gemeente echt zo ver gaat en zegt, nou, laat het dan, streep het allemaal helemaal tegen elkaar weg. Want ja, wat heb je aan een gebouw als je niet kan programmeren of niks kan laten zien? Dat is een beetje een lege huls, uiteraard. Ja. Dus ook daar is het denk ik belangrijk om vooral het gesprek gewoon met die individuele instellingen aan te gaan. Om in te kunnen schatten wat de gevolgen van die tekorten, zeg maar, betekenen. En uiteraard, je hebt een relatie met dat soort instellingen, een subsidierelatie. En zoals bij corona wel duidelijk was, werd er wel heel soepel omgegaan met prestatieafspraken. Over hoeveel mensen je wil behalen, of hoeveel voorstellingen geprogrammeerd moeten worden, et cetera. Ja. En volgens mij is dat gesprek ook nooit geëindigd. En was er hoop dat het allemaal gerealiseerd kon worden. Ja. Maar dat is dus nog steeds wel de vraag. Ja. Oké, ik kijk nog even, want daarna willen we even naar de sport. Hilde vraagt, wat is de reguliere subsidie-indexatie? Volgens mij is er is niet één. Ja, elke gemeente kiest daar natuurlijk zijn eigen percentage voor. Ja. Wij gebruiken geloof ik ook iets CPI. En dan heb je verschil in loonkosten, prijsindex en een mixpercentage, zeg maar. En het verschilt een beetje per organisatie welk percentage bij ons in ieder geval wordt toegepast. Ja. Ja, maar dat verschilt dus per gemeente. Ja, inderdaad. En ook per sector, weet ik dan. Voor zorg zijn er weer hele andere afspraken over. Daar is op vng.nl ook wel iets over te vinden, zodra dat is. Maar het is niet zo dat er één landelijke standaard is die altijd en overal geldt. Dus het is ook hier een kwestie van maatwerk of gewoon per gemeente bekijken wat je daarmee wil doen. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om dat gemiddelde inflatiepercentage van 10%, om daar wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. En natuurlijk is het aan gemeenten om eigen keuzes te maken. Maar ik denk dat juist binnen die culturele sector, omdat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn vanwege de ook de onderbetaling zeg maar, van makers, dat wel ook daar weer extra aandacht heeft, maar dan in het gehele beleid. Ja, dus, dat moet je zeker bij de discussie betrekken. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, en gelukkig zitten we op dit moment in Gouda niet in die positie, maar heel veel gemeenten hebben natuurlijk ook gewoon al wel een financiële opgave die ze sowieso al moesten realiseren. Ja. Wij hebben nu gelukkig zitten op dit moment iets ruimer in ons jasje en dat Accré helpt daar straks ook bij, maar niet iedere gemeente heeft die positie. Dus ja, dan zul je toch moeten hebben over de balans tussen je subsidie, inclusief je index, en wat je daarvoor terug verwacht, zeg maar. Dat is uiteindelijk je gesprek. Ja, oké. Okay. Ik kijk even naar de schuin oog naar de chat en met de andere oog schuin naar de klok. Dus
Dat is best ingewikkeld. Maar ik heb in ieder geval nog één vraag van... een aantal vragen. Ja, de presentatie wordt dus nagestuurd. Iedereen die zich heeft aangemeld, die krijgt op dat, via dat mailadres niet alleen een link naar waar je het hele webinar nog een keer terug kan kijken met collega's. Maar ook de presentatie zit daarbij en ook een aantal andere documenten. Fenna noemde net ook al een rapport en andere dingen die misschien aardig zijn. Stop er allemaal in en dat kun je allemaal rustig nalezen dan. Kate vraagt nog, dat is een ingewikkelde vraag. Zijn er gemeenten die extra geld beschikbaar stellen in de vorm van tijdelijke gelden, omdat er een stijging te zien is in vroeg signaleringscijfers? Ik denk dat dat ook net weer een andere beleidsterrein raakt. Dus ik wou hem even parkeren en tegen Kate zeggen, je kan ons ook altijd nog mailen als je de vraag iets specifieker maakt. Dan kun je de VNG mailen en kunnen we daar wat gerichter op antwoord geven. We hebben nog een sheet, maar dit zijn de ervaringen tot nu toe. Ja, vooral die leerpunten zijn dan wel even interessant misschien. Als je een vergelijkbare opzet doet, de link van de regeling komt mee, kies alsjeblieft voor een tarief op een peildatum in plaats van over een periode. Yeah. Dat doe je jezelf een groot plezier mee. En organiseer ook echt een vragenspreekuur vooraf. Want we hebben achteraf daar best wel een hoop tijd. En we waren ook een van de eerste die dat hadden. Dus nou ja, weet je, we dachten, we moeten door. Maar daar doe je jezelf een groot plezier mee. Dus eigenlijk om een formulier, voordat je het formulier wordt ingevuld, dat je... Organiseer een online sessie of wat dan ook, of live, over van wat wordt er van je gevraagd, hoe kun je het invullen, wie komt er voor een aan. Ja, goed, dat mensen terecht kunnen. Bij op datum in plaats van een periode lijkt me inderdaad ook. En hou rekening met piek- en daltarieven ook in je aanvraagformulier. Want nou ja, goed. We zijn er heel pragmatisch mee omgegaan, maar dat vraagt wel veel improvisatievermogen, zowel vanuit gemeente als vanuit organisaties. Ja. Misschien is dat ook een tip dan, dat je als je een regeling doet, dat je hem wel zo opstelt dat je dan die ruimte ook... Zeker. Veel gemeenten werken natuurlijk met digitale aanvraagformulieren, dat je er dus ook verschillende tarieven moet kunnen invullen daar. Ja, ik bedoelde ook als je aan het uitvoeren bent, dat je de ruimte hebt om daar gesprekken over aan te gaan. Ja. En dat het niet... Okay. Ja. Ik ga jullie vragen, want ik wil nog gast uit Amsterdam. Dus ik wil jullie bedanken, Fenna. Ja, jij bedankt. En Jessica. En dan vraag ik Ronald weer terug en Bertram uit Amsterdam. Dag Bertram. Kom even. Hallo. Een beetje. En dan komt Ronald ook nog bij, maar die moet even nog zijn... microfoon omdoen. Maar dat... Bertram, jij werkt bij Amsterdam. Ja. Ik heb dat opgezocht, maar dat schijnt de grootste gemeente van Nederland te zijn. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Ja, nee, flauw natuurlijk. Waarom denk ik dat het zo groot is? en 43 musea had ik. Maar, zegt het CBS, maar 16,5% van de inwoners is lid van een of meerdere sportverenigingen. Ja, ik denk dat het gemeente is in de coronadip. Wij meten halfjaarlijks. Sportinnameindex, die komen op dit moment veel hoger uit. Oké, okay. Nou, dat is alvast weer goed nieuws. Ja. Dat is alvast goed nieuws om mee te beginnen. Maar het was niet allemaal. Het is niet allemaal goed nieuws, denk ik. Tenminste. Of ben ik nou. Het gaat nog redelijk. Maar er komt wel steeds meer nood aan. Ja. Denk ik. En dat hebben jullie in Amsterdam, want jij houdt je vooral bezig met sport binnen Amsterdam? Of met... Ja, ik ben beleidsadviseur sportstimulering. Sport als middel zit ik vooral op, dus gezondheid, armoede, dat soort dingen. Eigenlijk alles aan andere directies grenst. Maar sinds corona ga ik ook over paniek eigenlijk. Over paniek? Ja, okay. Dat was er wel eventjes. Nou, daar is ook genoeg van tegenwoordig. En zo kwam je dus ook uit bij de compensatie voor energiekosten van sportclubs in Amsterdam. Ja, het is een vrij dringend verzoek voor ons college om echt met spoed een regeling op te zetten voor sport, cultuur en welzijn. Oké, okay, ook een brede regeling dus? Brede regeling, ja. Ja, en kun je iets vertellen dan, ze staan hier ook op de sheet, zeg maar, hoe is die regeling vormgegeven? Het is ook echt wel een noodregeling. En wij meten dan, kijk, 10% van het weerstandsvermogen ten opzichte van het totale vermogen. Mm-hmm. Als iemand daaronder komt, kunnen ze aanvragen. Dus dat mikt wel echt op omvallen. Dus een partij moet dan heel weinig vet op de bot hebben om een aanvraag te kunnen doen. Dus een nadeel daarvan, het is echt op nood gericht. En het is een voorschot in feite op andere regelingen die het Rijk heeft aangekondigd.
zodat wij uitkeren in subsidie. Dat we beschikken, dat wordt verrekend met latere inkomsten. Oké. Okay. En dat is ook de reden waarom jullie de commerciële aanbieders nu al meenemen, omdat die straks waarschijnlijk binnen de tech... Ja, ja, exact. Okay. En, maar dat verandert nu. De regeling wordt voortgezet. Mm-hmm. En dan komt er ontstaan de commerciële aanbieders die gaan naar de tech toe. Maar we hebben ook een Amsterdamse MKB-regeling, een microkredietregeling. Okay. Dus de commerciële sportaanbieders die kunnen daar naartoe. Tenzij ze daar niet voor in aanmerking komen door de criteria. En dan kijken we of ze eigenlijk actief medewerking verlenen aan de uitvoering van de agenda Sport en Bewegen. Okay. Van het Amsterdamse sportbeleid. Ja. Dat is dan wel. En ik las ook geen eis om direct aan energiebesparing te doen. Nee, daar had ik heel vroeg ermee. En ja, een aantal dingen doorgerekend. Maar het kwam er toch op neer dat sommige clubs een clubgebouw van een miljoen neer moeten zetten. Ja. In ruil voor 10.000 euro subsidie of zo. Ja, ja, ja. Dat kan je eigenlijk juridisch niet afdwingen. Nee. Wel komt de intentie dat ze mee moeten werken aan voorzieningen. Of een energiescan moeten afnemen. Okay. Maar verder kan je eigenlijk juridisch niet gaan. Nee, nee. Nee, dat zou ik niet. Ja. Inderdaad, even kijken hoor. Of de... Wil je hier nog iets over zeggen? Anders gaan we naar de volgende. Nou ja, kijk, het was nu een hele brede regeling. We merken al dat voor welzijn dat veel minder goed werkt. Het zijn vaak gesubsidieerde instellingen. Ja, die krijgen geld van de gemeente. Die gaan dat geld besteden aan hoge energiekosten. En dat verschraalt het aanbod. Dus dat was nu wel een gezamenlijke regeling. Maar we moeten voor de volgende ronde wat verder uit elkaar gaan vissen. Ja. Want anders zie je dat de ene kant het aanbod verschraalt. En de andere kunnen alleen maar aanvragen als ze omvallen. Ja, 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 ja. Dus dat, oké. Okay. Ik pak even één vraag in de chat tussendoor. Het was niet voor jou, denk ik, Bert. Want Linda die vraagt, hoe wordt omgaan met instellingen die subsidie van de Rijksoverheid krijgen? Worden die rechtstreeks via het Rijk gecompenseerd? Nou, partijen die bij het Rijk aanvragen, dat kan nog niet. De tech is nog niet. Die moeten rechtstreeks bij het Rijk aanvragen. En dan wordt wat zij ontvangen hebben als inkomsten afgetrokken bij de eindverantwoording van onze subsidie. Oh ja, dus dat heeft wel, maar ik denk dat Linda zich ook misschien afvraagt van hoe moet het dan, moeten die instellingen, die kunnen de tech, dat is de tegemoetkoming energiekosten, ja, voor MKB-regeling. En ik las zelf ook iets in de najaarsnota waarin ook wordt gezegd, ik kijk nu even naar de bank, dat de OCW ook aan iets, er wordt ja geknikt. Dus vanuit, dus voor landelijke culturele instellingen bijvoorbeeld, ja, daar is het inderdaad, daar zal OCW ook iets moeten doen. Maar vaak ben je daar als gemeente natuurlijk ook wel bij betrokken. Dan gaan we door naar de volgende. Want wat zijn nou, hoe heb je het uitgevoerd? Wat zijn ervaringen? Ja, mag ik meteen even vragen? Je hebt een mail gestuurd naar alle ongeveer 1900 ja, jullie bekende sportaanbieders. Ja. Dat is wel... ja, het is heel breed. We hadden niet zoveel respons verwacht. Want ja, via peiling wisten de nood dat het niet hoog was. Die 10% grens. Die is nog niet bereikt. Partijen hebben een eigen reserve, tieren hem langzaam in en opeens, ja, dan heb je het moment dat ze geen geld meer hebben. Ja. Dus we verwachten eigenlijk in de loop van het jaar een toenemend aantal aanvragers. Ja, oké. Okay. Dus je hebt niet, ik dacht als je ook 1900 reacties krijgt, dan is dat alleen al een enorme... Ja, nou ja, we hebben met 1400 aanbieders hebben we wel actieve relatie, op de een of andere manier. Ja, het lijkt allemaal best op Gouda, vond ik, maar de schaal is gewoon groter. Ja, oké. Okay. De schaal. Ja. Even kijken. Want jullie hebben een soort webtool gemaakt waarin verenigingen een aanvraag kunnen doen, maar die is best wel uitgebreid als je het zo bekijkt. Ja. Ja. En daarop is ondersteuning nodig. Dus we werken ook met een soort rekentooltje waarbij verenigingen cijfers hun jaarverslag kunnen invullen en de energiekosten. En dan rolt daaruit dat ze in aanmerking komen voor subsidie. Ja. Een soort service. Dat is voor het is ook een brede regeling voor en welzijn en cultuur en sport. Dus een middenweg gekozen, maar voor veel sportaanbieders was het ingewikkeld. Ja. Dat is te gecompliceerd, dus dat moeten we veranderen. Oké, okay, en dat verklaart misschien ook het lagere aantal daadwerkelijk een aanvraag heeft. Nee, ik denk echt wel dat er nog maar weinig partijen zijn die echt door de reserves heen zijn. Okay. Maar we merken nu dat loopt op. Gaan jullie dat, overwegen jullie dat ook? Misschien vooruitlopend? Of is dat al de volgende? Dat is volgens mij de volgende sheet. Wat, hoe ga je ermee verder? Wat zijn verder de plannen en... Nou ja, kijk, één probleem is, we zijn een hele grote verhuurder zelf. Vaak worden de energiekosten worden doorbelast in de huur of op een andere manier afgerekend. Nou, die partijen kunnen geen tech aanvragen. Dus daar mis je eigenlijk inkomsten uit het Rijk voor die groep. Dus dan moeten wij besluiten van hoe gaan we de huur compenseren. Wat doen we met die indexering, met die CPI. Mm-hmm. Tot nu toe hebben we gekozen om, bij zwembaden was die inderdaad 14,5%, om daarvan 7% te indexeren.
En die andere 7,5% is dan eigenlijk schade voor de gemeente. Ja. En dat sleep je ook jaren achter je aan. Want je kan niet volgend jaar 2 keer gaan indexeren. Nee. Dus we kijken ook reikhalzend uit naar die accre. Ja. Daarvoor onder andere. En hetzelfde geldt voor huurders van gemeentelijke accommodaties. Ja. En dan heb je een aantal accommodaties die zijn wel gemeentelijk, maar die worden geëxploiteerd door externe exploitanten. En daarmee hebben we dan vaak tariefafspraken. Hoe duur kost een kaartje voor banen zwemmen, een ijsbaan ook trouwens. En die gaan mee in die compensatie. Ja. Oké. Had jij nog vragen, Ronald? Nou, ik vroeg me af van in hoeverre 2023 jullie anders gaan inrichten. Of is het een beetje vervolg op wat jullie nu hebben staan? Ja, het is voorlopig vervolg. We zijn wel aan het praten over de hoogte van de vergoeding. Uh-huh. 10% is wel mager, dan is het vet echt van de botten af. Ja, dus ja. Een overweging is naar 20% te gaan. Dat is één mogelijkheid. Goed, daarnaast proberen we ook aan de andere kant sport betaalbaar te houden. We hebben de armoederegelingen, die zaten op 120% van het minimum. Uh-huh. Van sport en dergelijke. Die zijn verhoogd naar 130 en waarschijnlijk gaat het van zomer naar 150%. Okay. En dan pak je in feite ook de lage middeninkomens mee. Ja, ja. En dus probeer je aan twee kanten probeer het betaalbaar te houden. En door de kwetsbare groepen te steunen. En aan de andere kant door de huur laag te houden. Ja. En door de vaste kosten in de hand te houden. Ja. Dat is eigenlijk het beleid van de gemeente op dit moment. Ja, okay, heel goed. Het gaat toch iets breder dan alleen de sportverenigingen zelf ondersteunen. Maar ook inderdaad dus de leden van van de sportverenigingen. Ja. Ik heb hier nog ik heb 2 dingen uit de chat. De eerste is Ingrid die vraagt de links naar de regelingen zoals ze nu gedeeld zijn op de chat. Meesturen met de presentatie. Ja, gaan we doen. De chat wordt sowieso, denk ik, meegestuurd. Maar we zullen in ieder geval die links eruit halen. En dat is een hele goeie, want ik heb er heel wat voorbij zien komen. En Marius die vraagt, misschien niet alleen aan jou, maar ook aan de mensen hiervoor. Wat is nou handiger, een regeling over het jaar? Want ja, een aantal gemeenten die zit nu natuurlijk van, ja, wat gaan we nu doen? Die hebben misschien nog geen regeling. Dus ik denk dat Marius daarom vraagt, wat is handiger, een regeling over het jaar 2022 en later nog een keer? Of in één keer een regeling over de hele winter 2022-2023? Ik weet niet of jij daar een idee bij hebt. Ja, wij hebben gekozen voor een regeling over 2022. Eigenlijk het laatste half jaar 2022. We hebben nu een regeling over 2023. Maar voor nood is die in 4 tranches. Want als je in januari in de problemen komt, moet je niet tot december wachten voordat er geld komt. Dan ben je wel weg. Ja. En wij willen hem ook verlengen tot 2024. Want als een sportaanbieder nu een ander contract krijgt, is de eindafrekening pas in 2024. Ja. Dus dan kan de klap alsnog vallen. Ja, dus wij willen hem eigenlijk verlengen tot 2024. Maar als je nog geen regeling had en je zou hem nu moeten hebben, hoe zou je het dan aanpakken? Dan had ik een 22 regeling gemaakt voor 22, 23 en 24, maar wel in tranches verdeeld. Oh ja. En dan hebben we een systeem dat je elke keer wat je overhoudt op je subsidieplafond meeneemt naar de volgende tranche. Oké. Dat waren de vragen uit de chat. Ik zit even te kijken. Ja, ik heb misschien nog alleen een vraagje, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie de situatie monitoren. Jullie zijn daar actief. We hebben een sportpunt, dat heeft een contact. Mm-hmm. We hebben ze een mail uitgestuurd en we hebben nu een uitvraag lopen naar alle sportaanbieders. En vooral naar de aanbieders met een eigen energierekening, energiecontract. Ja. Die anderen, daar verhuren we aan, dus dat weten we zelf. Ja. Die hoeven niks te vragen en dan zijn ze afhankelijk van wat wij beslissen. Maar die vraag over energiecontracten is om te kunnen peilen wanneer de grootste druk op die regeling komt. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, het is 1:05 hier. Ga snel naar de laatste sheet. Blijf rustig staan. Er zijn ook geen stoelen meer hier. Even kijken. Ja, die regelingen die we dus hebben besproken, die komen sowieso in de mail. En naar aanleiding van de tip in de chat, ook de regelingen die daar gedeeld zijn. Dat zijn er een aantal, die doen we ook allemaal erbij. We zullen contactgegevens doen van de mensen die hier zijn. Als het oké is om contact op te nemen, dus dan zou je nog wat een specifieke navraag kunnen doen. En ik wijs er ook alvast even op dat het Centraal Economisch Plan, daar zijn dus in ieder geval daar komen de cijfers waar dan het uiteindelijke definitieve accre op wordt gebaseerd. Dat is in maart. Maar ook als de voorjaarsnota wordt gepubliceerd, is er meer duidelijk. En helemaal als de meicirculaire is. En op al die momenten komt er vanuit Team Financiën van analyse van die documenten op vng.nl. Dus dat kun je ook in de gaten houden. Afsluitend zeg ik graag tot de volgende keer, tot de derde dinsdag in maart. Het onderwerp is nog niet bekend, maar dat wordt ongetwijfeld net zo leuk als
Vandaag zou ik zeggen. Ja, ik wil in ieder geval gasten hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ik vond het leuk. En de kijkers thuis bedankt. En inderdaad, jullie ook bedankt. Bedankt voor de actieve deelname in de chat, in ieder geval. En mocht je nog tips hebben voor onderwerp, dan kun je mij mailen. Dat is dus david.rietveld@vng.nl. Hartstikke bedankt en ik hoop tot de volgende keer.